Wil je dat stop mij zien? Ja. Wil je echt dat stop? Ja. Gaan we samen werken? Jinger, hey, zit hier nu voor jou vandaag? Ja. Je moeder heeft mij gevraagd om weer te komen. Je bent 10 jaar, je zit in groep 6. Vertel eens, waarom pesten ze jou? Dat weet ik zelf ook niet. Ik ben gewoon op school probeer ik me te concentreren. En dan maken ze in mijn klas om sowieso iedereen al te pesten. Of nou ja, dat is niet echt pesten, dat is meer plagen. Zodat ze iedereen van hun werk afhouden, maken ze al geluidjes in de klas. Ja. En dan worden ze er al heel vaak uitgestuurd en dan laatst moest juf huilend de klas uit. De juf is ook huilend de klas uitgegaan? Oké. Okay. Hey, en zijn het constant dezelfde mensen, jongens, meisjes, die dan de boel weer op stijl te zetten? Ja, klas? Soms komt er eentje bij, soms is er eentje weg, maar okay. Het zijn... Meestal dezelfde? Ja. Oké. Okay. Hey, en wat hebben ze jou aangericht? Want ik heb van je moeder natuurlijk dingen gehoord over het schelden, maar ook dat ze jou mishandeld hebben. Vertel daar eens wat over. Vertel maar gewoon wat ze jou aangedaan. Ik wil weten wat dat is het belangrijkste. Daarom zitten we hier. Ja. Ik was na school. Was ik met mijn hond aan het lopen. Dat was hier zo. Als je de straat uitloopt en dan daar waar de parkeerplaats ook zit, ga je dan links. Ja. Daar liep ik met. Toen was ik net van huis af. En Guido die wou ook al tegen mama's auto aanplassen. Ja. En toen ging die eerst schelden met. Ik zeg het hele woord niet meer met K. Ja. En tegen mij. Ja. Maar Frederik, die zit in groep 1 of 2. Een meisje was er ook bij, dus die hoorde ook alles. Mm-hmm. En toen we verder liepen, toen dacht ik, nou, ik negeer het. Duwde Guido mij, duw ik terug. Ja. Nou, en toen. Toen liep ik dus gewoon nog weer verder en toen uiteindelijk ging Guido voor me staan en zei ik, wat heb ik jou misdaan? Want ik deed altijd gewoon aardig tegen hem, omdat ik wou dat hij het beste zou stoppen, helemaal bij zijn kant, want hij is wel het ergste. Mm-hmm. En dan schopte hij bij mij mijn geslachtsdeel. En daaraan heb ik dus een buikband en een rug gekneusd. Door die ene fatale trap. Ja. Oké. Okay. Hey, en wat doen ze op school? Op school is het ook best, of niet? In de klas of in pauzes? In de pauzes schelden ze echt uit. Ja. En dat was bijvoorbeeld was dat donderdagochtend. Afgelopen donderdag, dan is het de 8e. Ja. Ja. Toen gingen we net naar huis en toen was de juf even niet in de klas. Toen duwde Guido mij. En toen duwde ik hem terug. En toen schopte Noah mij, dus schopte ik hem terug. En, toen duwde Noah, omdat ik hem terug schopte, duwde mij tegen de kapstok aan. En greep die boy bij mijn keel. En toen kon ik heel even echt niet meer aan. Oké, dus het is pestgedrag. We hebben hier een pestgedrag van een meisje van 10. Waar pesten om is gezet tot mishandeling. Ja. En een school die eigenlijk... ik heb vorige week contact gehad met school, met ook de directie. En hier heb ik mijn stuk opgestuurd van ons project. En eigenlijk doet school heel luchtig erover. Er zouden meer dingen aan de hand zijn. Weet je, jij bent 10 jaar. Wat doet jou het beste? Nou, eerlijk zijn. Ik word er heel verdrietig van. En ik voel me ook niet meer veilig op school laatst. Was dat dinsdag, man? Nu dinsdag of vorige week? Met Sander en alles. Deze week. Dinsdag was dat. Dat was de 6e. Dat was dan. Ja, maar jij hebt ook datum, maar vertel. Maar ik zie nu niet aan jou dat jou pijn doet. Ja, het doet mij wel echt pijn. Maar dat zie ik niet. Nee, omdat ik richt me op heel veel andere dingen, want dat moest van mama. Dan verberg ik het wel wat meer, maar dat probeer ik ook dan om niet te doen, maar dat is ook een gewoonte van mij. Dus eigenlijk zit je nu een masker op bij mij? Ja, wel een beetje, maar ik probeer om dat niet te doen. Ik doe daar wel mijn best voor. Ja, want wat je vaak ziet is dat iemand die gepest wordt, die gaat een masker opzetten. En die,
die sluit zich af van de mensen die hun lief zijn van je moeder, van je familie. Iedereen die weer goed is met je, die sluit je af. En dat is juist de fout. Want je moeder zie je, je moeder heeft mij gebeld. En ik weet zeker dat je moeder ontzettend veel verdriet hebt, omdat jij pijn hebt. Je opa en oma heb ik ook gesproken, die zijn helemaal kapot ervan. Dus het is juist goed om die masker af te zetten, Selina. Het is goed om te laten zien. Snap je? Je bent 10 jaar, meisje. Je hebt een hele leven voor je. Snap je? En ik heb heel kippenvel. Ik word altijd emotioneel van als met een meisje van 10 zit te praten. Of is het nou 8 of 16 of 20 of 24 of 50. Pesten mag niet. Kan niet. Klaar. In elke... weet je, je kan heel veel zeggen over een meid dat ik een boef ben. Of een ex-boef en ex... Wat dat maakt niet uit wat ze zeggen. Weet je, maar pesten is een no-go. Ja, en het is tijd dat dat verandert, Selina. Want jij moet de masker afzetten en laten zien, nu aan mij sowieso, maar aan je moeder en aan de heel... Kijk, dadelijk kijken er zoveel mensen hierheen en die willen zien wat het met jou doet, de pesten, Selina. Ja? Oké, okay, wat heeft het voor invloed op jou, het pesten? Ik word er wel echt heel verdrietig van en ik durf de dinsdag durfde en dan donderdag durfde en ik ook niet normaal over straat. Dus je bent bang op, dat je op straat loopt? Ja, maar het gebeurt niet alleen op school, maar ook buitenschool. Dus eigenlijk ben ik echt nergens veilig. Ik ben alleen binnen en bij mijn vader daar. Want daar zijn geen pestkoppen. Ja. Oké, okay. Wat heeft het voor invloed thuis op jou? Ik huil wel heel vaak thuis. Mm-hmm. Maar nou doe je alsof er niks aan de hand is. Kan je wegkijken, maar ik zie het wel. Huilen is niet erg. Nee, weet ik. Ze hebben jou mishandeld, hè, meisje. Ze schat niet uit, komt hun. Het is echt heel belangrijk om het ook in te zien, snap je? Want jij gaat eigenlijk als een gewoonte zien als mensen jou benaderen. Op een hele verkeerde manier ga je het als een gewoonte zien. En het is niet gewoon. Nee. Want het gewone is als je normaal naar school kan, dat je blij uit school komt, dat vriendjes of dingetjes thuis zien komen, mee eten, meegaan, spelen. En dat is nu helemaal niet zo te zien. Hè? En je bent 10 jaar, je bent wijs genoeg. En het is bizar dat je op je 10e jaar al zo'n masker hebt. Heb ik van mijn moeder. Ja. Maar ik denk niet dat dat het beste is nu. Want het is echt tijd dat het verandert, meisje. Hey, wat we daar gaan doen, dan ga ik natuurlijk trainen gaan. En wat ik ga proberen is om jou helemaal te slopen. Ja, om je helemaal uit te gaan putten. En uit dat moment, dan komen wij terug. En dan gaan we het gesprek nog een keer voeren. Ja? Want het is heel moeilijk om nu bij jou naar weer binnen te komen. Ik merk wel dat je aan het kantelen bent. Maar ik wil meer zien van je. Hoe reageert school erop op pestgedrag bij jou? Nou, school die let er eigenlijk niet op. En als Roos bijvoorbeeld mijn haren uit mijn hoofd trekt, dat is het buurmeisje. Ja, overbuurmeisje. Dan zegt je gewoon handen en voeten bij jezelf. En dan... Nou ja, je hebt mij gebeld natuurlijk. Je is een mailtje gestuurd, toen gebeld. Waarom heb je ons benaderd? Selina wordt al een best poos gepest. Mm. En dat is begonnen op school en nu gaat het buiten school ook door, omdat je hier natuurlijk in het dorp zit. Ja. En zij krijgt er steeds meer last van. Mm-hmm. Lichamelijk, dat ze klachten ervan krijgt. Ja. Je merkt dat ze niet lekker in de vel zit. En na heel veel dingen geprobeerd te hebben en nergens een respons op te krijgen, dan is het een keer klaar. En dan ga je andere wegen zoeken. Ja, ja. Wat je natuurlijk zelf weet natuurlijk, dat ik dit al 5 jaar doe. En de eerste 5 jaar was natuurlijk heel, heel erg extreem. Zou ik gewoon direct gelijk op internet zetten en dan heb ik een maling aan gehad. Ik probeer het meestal nu preventief te doen. Maar nu kan ik het niet meer preventief doen. Ik moet nu wel de social media gaan bereiken om,
om te zorgen dat school het gaat inzien. Wat ik begreep uit het verhaal met je dochter, is dat zij, ze is ook een liefje. Nee, dat, is dat, weet je, dat wil ik wel benoemen natuurlijk, want, weet je, waar de twee zijn, zijn de twee beschuld natuurlijk. Maar ik merk wel dat zij het slachtoffer is, want zij wordt continu naar beneden gehaald, continu wordt zij naar beneden gehaald. Hoe merk je aan haar, lichamelijk, maar ook geestelijk, dat ze achteruit gaat? Ze komt overstuur thuis. Ja. Ze huilbuien, ze slaapt slecht. Ze slaapt het liefst bij mij in bed in plaats van in haar eigen bed. Ja. Ze wil niet alleen over straat. Het liefst maar niet eens alleen thuis blijven. Ze heeft heel veel buikpijn, hoofdpijn. Ja. We hebben net een gesprek gehad met haar natuurlijk. Wat ik heel erg zie, de masker. De masker is zo bizar. Ik heb echt de gekste zaken meegemaakt. Maar het lijkt op mij, komt over, is dat ze het wel goed vindt zo. Begrijp je wat ik bedoel? Dat ze gewoon zegt van, nou ja, het is nu zo. En ja, er wordt toch niks veranderd, dus ik hou het maar zo. Ja, nee, ze wil wel echt de strijd aangaan, maar ze slaat dicht. Ja. En bij mij heeft ze dat masker niet. Nee. En de anderen wel. Ja, maar ze is ook wel logisch natuurlijk. Ik ben net binnen. Hoe is het contact met school? Ik zeg, ze vindt zelf het niet zo heel goed. Ik heb al vrij lang ook die weerbaarheidstraining toen gevraagd. En dat heb ik uiteindelijk zelf maar geregeld na bijna een jaar. De rots en water? Ja, rots en water. Ik ben nu al een poosje bezig om een afspraak voor elkaar te krijgen. Omtrent dit pestgedrag. Ja. Nu staat er een afspraak, maar dat zal met nog een ouder... zijn ouders van een meisje plaatsvinden en dat wordt gescheiden. School zet daar hun zin door, terwijl wij als ouders gewoon zoiets hebben van dat gesprek willen we samen. Ja. Goed, er komt een gesprek. Dus er komt wel een gesprek, maar is school die houdt gewoon de vinger in de pap? Ja, school geeft gewoon aan van we doen al zoveel en we doen wat we kunnen en dat is het eigenlijk. Ja. Wat heeft pesten voor invloed op jou als moeder zijn? Het doet pijn om je kind zo te zien. Je kind gaat kapot. En ik ben vroeger zelf ook gepest. Mm-hmm. Dus je weet hoe het voelt. En zeker, ze is nog zo jong. En je ziet hoe hard die kinderen tegenover elkaar zijn. Mm-hmm. Het wordt alleen maar erger. En als ik dan zie wat een pijn het haar doet en dat ze zich gewoon niet veilig voelt op school en niet veilig voelt in haar eigen huis in principe, omdat ze hier de schuttingdeur openmaken en... Ze terroriseren echt de boel. Ja. Ja. Is er ooit contact met de wijkagent, met politie, andere instanties? Ik heb contact nu gehad met de wijkagent ook. Ja. En die zou contact ook opnemen met school en met de jeugdagent. Ja. Dus hoe dat verder afloopt, weet ik niet. Daar gaan we niet wachten. Nee, het moet stoppen. Het kind gaat kapot en ze wil niet meer naar school en ze gaat gewoon steeds meer dingen missen. Ja. Dus zij krijgt een achterstand. Terwijl de anderen gewoon feesten te vieren. Ja. Ja. Ouders van de kinderen worden ook niet betrokken. Die worden ook niet in de nekharen gegrepen door school. Van joh, luister, dit speelt er. Nee, heb jij wel eens contact gezocht met een van de hoofdpesters, met de ouders? Vorige week hebben wij hier een aantal ouders binnengehaald. Maar er bleken nog niet de hoofd. Nee, oké. Maar na dat gesprek met die ouders, zijn die kinderen gestopt met pesten bij haar? Of? Nee. Zijn doorgaan? Dus de ouders hebben ook geen invloed op de kinderen? Nou, ik weet niet zozeer of dat aan want een aantal van de ouders die binnen zijn geweest, die ken ik dan. En sommige zijn echt wel heel
streng op hun kinderen, maar ik denk dat de kinderen ook meegezogen worden. Nou ja, het is natuurlijk een groepsverband. Kijk, je hebt een haantje in de klas. Die neemt iedereen mee en dan focussen op iemand die ze even kunnen pakken. Ja. Alleen wat we vergeten is wat de impact is op pesten. Wat de impact heeft pesten. Wat pesten doet bij mensen. Ik merk bij jou emotie. Dus zie ik heel duidelijk de emotie. En ik vind het jammer dat de school zich even niet laat zien. Want het begint bij school. Maar het begint ook thuis. Weet je, maak pesten. Praat met je kinderen over pesten. Vertel wat de gevolgen zijn. Laat filmpjes zien. Ik denk dat het heel belangrijk is voor ouders ook thuis die dadelijk gaan kijken. Die denken, hey, ja, weet je, praat met je kinderen over pesten. Want het doet zoveel meer dan een ruzie. Ja, wij hebben hier met een paar kinderen de film Spijt gekeken. Ja. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Ja, natuurlijk. Ja. En zelfs ik als ouder kreeg daar een brok van in de keel. Ja, maar zeker ook omdat je weet natuurlijk met haar. Ja. Maar dat zijn dingen, dat doen ze op school niet. En nee. Op het moment dat Selina dan op school aangeeft van weet je wel dat je... tegen de kinderen van weet je wel dat je zelfmoord kan gaan plegen van, als je gepest wordt. En ja. Dan wordt er gezegd, nou doe dat maar, ga maar lekker dood. Ja. Het besef is er niet. Kijk, dit is maar een puntje wat we nu zien vandaag. Van pestgedrag natuurlijk. Wat ik wel vind en wat er moet nu gebeuren, is dat aan de handrem getrokken moet worden. Weet je, het is niet alleen voor het kind dat het moet stoppen, maar ook voor de ouders. Ouders gaan eraan onderdoor. Ouders nemen die gaan eigenlijk beslissingen nemen die niet goed zijn. Beslissingen die ze nemen vanuit hun gevoel, omdat het kind pijn heeft. En het kind gaat dadelijk een beslissing nemen uit angst en uit emotie en uit verdriet en pijn. Dus ik denk dat heel belangrijk is dat dit wordt meegenomen en dat we daarover verder gaan. Ik zie het heel erg in je ogen nu. Ja. Ja. Kijk, ik kan niet toveren. Nee. Dat heb ik vaak gezegd, weet je wel. En ik rook nu emoties. Ik kan niet toveren. Maar ik kan wel het hele kleine beetje zelfvertrouwen geven. Omdat ik weet wat het... Kijk, ik weet wat het is het beste. En ik weet wat het doet met kinderen. De pijn en de angst in de ogen van een kind. Wat ik ook schreef, ik heb een meisje bij het treinstation weggehaald. Omdat ze zelf moet wel gaan plegen. Ik heb mensen die zichzelf hebben gesneden. De meest heftige dingen. En als ik nu spreek met de mensen die ik geholpen heb, die zijn klaar met pesten hoor. Dat, weet je, dat is echt over. Maar ik spreek ook mensen van 50 die er nog steeds last van hebben. Die nog steeds voelen wat pesten is, die onzeker zijn. En nu is het echt tijd dat het klaar is. Klaar voor. Ik vind dat er op scholen het protocol, dat stelt niks voor. Zoals onze motto ook is, pesten is een misdaad. En pesten is niet, pesten is geen pesten meer. Pesten is een misdaad. En zou in het wetboek van strafrecht erin moeten zetten, dat daar een straf wordt gezet. Want het begint zo vroeg. Ja, dit is een hele andere Celine die we net hebben gezien. Kijk, en nou gaan we zien tranen. Kom eens hier. Wil je dat stop, meisje? Ja. Wil je echt dat het stopt? Ja. Gaan we samen aan werken? Hey. Ja. Dit was nodig, hè? Komt het nou eruit? Ja. Hey, wij moeten samen, ga ik zorgen... Dat stopt. Maar dit moest ik zien. Ja? Jij mag niet meer gepest worden. Ja? Ox? Even kijken. Zijn je zelf blijven denken. Want jij moet uit die put komen. Jij hebt een rugtas, hè? Ja.
achter je. En die rugtas zit helemaal vol met ellende, hoofdpijn, die buikwand, die ribben en alles. Maar aan de voorkant zetten we nu een tas neer, nog een rugtas, en die gaan we vullen. En weet je waarmee? Alle leuke dingen. En wat zijn de leuke dingen voor jou? Paardrijden. Ja, wat nog meer? Oké, die zit in de tas, huppakee. Dierenverzorger. Huppakee, erin. Bij mijn moeder zijn. Bij je moeder zijn, huppakee, is erin. Spelen, huppakee. Trainen. Trainen, huppakee. Sporten. Sporten, huppakee, alles zit er ook in. Familie, heel belangrijk, goed zo. Vrienden. Oké, welke tas op dit moment is nu zwaarder? Achter of voor jou? Voor. Voor, kijk, goed. Toen ik binnenkwam, ik heb natuurlijk een beetje te verdiepen in de zaak natuurlijk. Even met je moeder gepraat, met je opa en oma. En toen dacht ik, wat ga ik aantreffen? 10 jaar, heel jong. Kijk, ik heb wel. Maar ik zag een heel volwassen meisje. Een meisje die door het pesten kapot gemaakt is. En alles, ik word heel erg met sneeuw van dat ik er niet van hou. Maar je bent kapot gemaakt en je had zo'n maskertje op net, hè? Een hele grote masker. En dat maakte indruk op mij. En toen zei ik al, later tegen jou toch, ik weet niet of het me lukt. En toen we buiten waren, dacht ik, nou, de lieve Rutger helpt niet bij jou. Ik moest even heel hard zijn tegen je, en je echt tot de uiterste drijven. Continu gas geven op je. Dat je maar liet zien wat er echt in jou omgaat. Wat heb je nu ervaren de laatste 2 uur? Dat beste veel meer met je doet dan dat je denkt. En dat je eigenlijk geen schild moet hebben. Omdat als je een schild hebt en je praat er niet over. En er komt geen emotie. Als je er dan een keer over praat en dan krijg je emotie, is het veel erger. Ja. Hey, wat is het verschil geweest vandaag? Met de afgelopen jaar, met alle praten, met school, met rots en water. Wat is het verschil met vandaag? Dit werkte wel. Waarom werkte dit voor jou? Ik weet niet heel goed hoe ik dat moet zeggen. Nou, vertel maar gewoon, maakt niet uit hoe je het vertelt. Als je maar de waarheid zegt. Doordat ik wat meer uitgeput was, en nog steeds wel ben, kwam er weer meer emotie naar boven. En dan kan ik er wat meer over praten. En als dat er dan uit is, dan is het ook wel wat beter. Ja. Je zelfvertrouwen, die zat op de bank hier, Celine van 2 uur geleden, was stond op 1. Tot met 10, hè, stond je echt op 1 met zelfvertrouwen. Waar staat je zelfvertrouwen nu? Als je nu moet zeggen waar je zelfvertrouwen nu staat. Nou, het is geen 1 meer, maar het is ook nog geen 10. Het kan altijd beter, dus ik zou zeggen 8,5. Toch 8,5. Nou, dan hebben we toch een doel bereikt met zelfvertrouwen. Heeft dit nut gehad voor jou, denk je? Dat je als je maand naar school gaat, dat jij anders de school in loopt dan dat je anders zou lopen? Zeker. Ja? Dus dit is een meerwaarde geweest voor jou? Ja. Oké, wat ik wel duidelijk wil zeggen natuurlijk, we hebben training gedaan, ik heb wat dingen geleerd, wat voorgedaan. Wat ik jou leer en voorgedaan heb, dat is voor jouzelf. Het wil niet zijn dat je nu de kickboxer van de straat moet zijn. Want dat wil ik nooit hebben. Snap je? Wat ik jou geleerd heb is voor jezelf. Wat ik wel tegen je zeg, kom voor jezelf op. En dat wil niet zeggen dat je even lekker handschoenen moet omgaan met je moeder. En dat je op het schoppen loopt en zegt, hey, kijk eens aan, klets. Nee, dat gaan we niet doen. Maar ik wil wel de zelfverzekerde Celine zien. En ik ga met je moeder contact houden. Heel de maand coach ik jou. Dus om de dag bellen wij. En dan ga ik aan je vragen hoe het gaat. En je kan me ook bellen. 24 uur per dag. Dan ben ik echt 40 uur per dag. Weet je, dan kan je mij bellen. Dan kan je vragen stellen. Of je advies. Of je kan je verhaal kwijt. Maar ik wil wel dat jij, hoe jij net buiten was met mij. Het laatste stuk. Dat maakte mij trots. Dat maakte mij blij. Weet je waarom? Omdat ik een hele andere Celine zag. In je ogen. Een Celine die... Ja, toch zelfvertrouwen kreeg in jezelf. Dat je zag wat je kon en wat je deed. En wat ik heel knap vond,
is dat je de rugtas meteen begreep. Dus je weet wat de rugtas inhoudt met Alenda. En dat is zo onwijs knap van een meisje van 10 die dit nu begrijpt. Dus ik ben echt onwijs trots op je. Wil jij nog wat zeggen? Wat ik net natuurlijk verteld heb. We zijn begonnen en toen dacht ik, waar kom ik in terecht? Toen ik het verhaal met jou had, afgelopen anderhalf uur geleden, toen dacht ik, oké. Hoe ga ik het doen? Ik had 2 manieren. Was de goede Rutger en de slechte Rutger. Ik kan heel veel zeggen, maar ik denk dat jij meer kan zeggen wat dit de laatste 2 uur gedaan heeft. Voor jou als moeder, voor haar als kind. Jij kent het beter als mij. Wat heb je gezien? Wat heb je meegemaakt? En hoe denk je erover? Ze had eerst dat masker goed op. Goed omhoog. En toen jij dus eigenlijk je aanpak veranderde, toen zag je er op een gegeven moment ook gewoon echt breken. Mm-hmm. En dat is gewoon heel goed geweest. Ja, als moeder breek je ook, maar ik denk dat zij hier wel mee geholpen is. Dat zij nu wel zoiets heeft van, hey, het is niet erg als ik mijn tranen laat zien en het ook voel wat het doet. Omdat ze er dan zelf ook wat mee kan. Mm-hmm. En tot nu toe was het, ze voelden het wel, maar op het moment, en dan drukten ze het daarna weg. Ja. En dat kon ze nu niet. En ik denk dat dat een heel groot verschil is. Ja? Ja. Wat merk je er meer aan, Celine? Nou, toen wij terugliepen, dat zij eigenlijk gewoon vol trots met de hoofd omhoog hier het pad opliep. Ja. Rende. En is dat verschil met normaal? Ja. Ja. Kijk, ze kunnen alles zeggen en schrijven over ons, over mij. Want ik ben natuurlijk de naam die het ook geeft. En ze kunnen zeggen dat het niet zo werken. Ik weet 100% zeker dat de aanpak die ik geef, dat het werkt. En dat is niet bluf of grootspraak. Ik was heel eerlijk, ik werd onzeker hier op de bank. Weet je waarom? Ik dacht, nou, het gaat me lukken. Ik zei tegen jou buiten, ja. Dit gaat mij niet lukken. Ik denk, ik stap mijn auto in en laat het alles maar zitten, ik ga naar huis. Maar ik geef het op. En ik zag dat zij ook niet wel opgeven, dat ze toch wel knokken ervoor. En dat is het mooiste wat we gezien hebben. Is dat jij dat Celine hebt gevochten. Ja. Ze heeft eerst gevochten tegen de masker op te houden. En toen kon ze het masker niet meer ophouden. Toen brak ze. En het was de ware Celine die we zagen. En hoe zij het oppakte. Daar kan je alleen maar blij mee zijn. En liefde voor hebben. Want ze heeft het heel, heel, heel goed gedaan. Ik vind het heel knap. Dat je het nog zo lang voor op kan houden. Een jaar lang met dit. Want het is heftiger dan we denken. En ik zal contact nemen met de gemeente, ga ik opnemen. Want zij heeft wel de juiste begeleiding nodig. Want dit is niet uit met 1 keer met Rutger trainen. Ik woon veel te ver weg. Ook natuurlijk. Dit was alleen het begin. En het begin. Dit moet het begin zijn. Dat ze pesten stopt. En dat ze zelfverzekerdheid heeft. Als je zelfverzekerd bent, dan kun je de hele wereld aan. Tuurlijk val je een keer. Ik ben zo vaak gevallen, als je het belieft zegt. Oh, 1000 keer gevallen, maar ik sta altijd op. En dat is het motto geweest van mijn sportschool, sterker door strijd. Sterker worden door strijd. Elke strijd die we hebben, worden we sterker. En ik ben heel blij dat ik dat kleine stukje vandaag heb kunnen geven. En ik hoop dat dit door gaat zetten. En dat je haar ook pusht hiermee. Maar het is het begin van een nieuw stukje zelfvertrouwen voor haar. Ja. Dat wat ze kwijt was. Ja, dat kwam terug. Dat zag je. Ja, ja, dat kwam. Ja, super. Bedankt.